Hoi allemaal! Zoals jullie kunnen zien ben ik niet Joyce of JD. Ik ben Tanja en ik help ze soms met de paarden. Nou is Joyce bijna jarig en ik wil haar heel graag verrassen. Maar als jullie weten wat ik ga doen, moet je vooral even blijven kijken. Voordat ik jullie ga laten zien wat ik ga doen, gaan we eerst naar de paarden. Schiet mee? Misschien moet ik dan wel even de camera meenemen. Oké, inmiddels ben ik aangekomen op stal. Ponies. Het gaat dus op deze ruimte. Even kijken, die. Joyce houdt heel erg van opgeruimd en georganiseerd. En dat is nu echt totaal niet. Dus dat wil ik gaan doen. Ik zal eerst even laten zien hoe het er nu uitziet. Ondertussen ben ik heel even ergens anders. Ik ben op een of andere landweggetje. Ik ben net weg van Joyce. Wat natuurlijk wel het risico is, ik kan niet filmen waar Joyce bij is. Want zij mag natuurlijk van niks weten. En ja, daarom moest ik nu weggaan. En film ik nu vanaf hier. Ik ga zo even naar de winkel. Want ik ga even doosjes halen. En misschien iets van een bord of een whiteboard of zo. Zodat ik alles spullen heb om te ordenen. En dan zie ik jullie zo meteen weer bij mij thuis. Oké, ondertussen ben ik dus weer thuis. Ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Om te beginnen deze. Het is een soort van whiteboard. En het leek me wel leuk om die op te hangen bij die balken. En Joyce heeft het er al vaker over dat ze dan iets wil. Dat ze we kunnen opschrijven van wat heb je gedaan, hoe ging het, etc. Nou, daar heb ik er twee van. Even zien. Oh, ik heb deze nog. Gewoon zo'n letterbord, daar kun je zelf nog wat mee maken. Of wat op schrijven. Deze. Het is van zo'n bakje die je dan ergens aan kan hangen. Ik weet niet waar ik die ga hangen, maar vast goed. Oh ja, deze slingers. Het zijn van die DIY letterslingers en kunnen zelf wat mee schrijven. Dus ik denk dat ik misschien de naam van de paarden of zo. Deze bakjes. Die komen waarschijnlijk ook op die balken. Zodat al die flesjes niet allemaal losstaan. Maar dan kun je hier weer nog zo'n stickertje plakken. Met bijvoorbeeld shampoo, et cetera, et cetera. Deze spiegel. Niet hier op de camera. ja, die heb ik gewoon gehaald. Die kan ik wat op zo'n balk hangen. Want als we nog video's gaan maken, dan kunnen ze toch nog even checken hoe mijn haar zit en zo. En als laatste. Deze rekjes. Deze leek me wel handig voor in de kasten. De zadelkasten. En die kun je dan aan zo'n... aan zo'n balk hangen. En dan kun je dan een klein dingetje in doen. Kijk, kun je hier ook zien. Dus, ja. En het plan is nu dat ik morgen weer verder ga. En dan zie ik jullie dan weer. Goedemorgen. Ondertussen is de dag dat we de stal van Joyce gaan renoveren en inrichten. Ik heb mijn haar ondertussen anders, maar dat was weer een impulsieve actie. Dat gebeurt al vaker. Niks van aantrekken. Ja, laten we maar gaan. Bootje, revenge. Hey, lieverd. Ik heb alle spullen alvast in dit hokje. Deur dicht, want er komen de ponies erbij. Ja, dat ligt hier allemaal op de grond. We begonnen met de eerste kast.
leeg. Voor een deel. Al een beetje schoongemaakt. Alles ligt hier. Ja, dan ga ik verder beginnen. We zijn klaar. Ik wil jullie even laten zien. Oké. Dit is deze. En deze. Daar is niet zo heel veel aan veranderd, maar dat is ook niet echt nodig. Het stom is dat ik niet echt een planning heb gemaakt, want tevoren had ik misschien wel even moeten doen. Ik denk dat ik nu deze plank ga doen. Die allemaal ordenen en schoonmaken. Dus, goed. Moesje vindt het zo gezellig hier. Moesje. Hij zit heel erg met zijn hoofdje zo, met zijn neusje eroverheen. Te kijken wat het is. Oh. Oh. Oké, en door. Ik vind het eigenlijk wel mooi geworden, die planken. Ik zal even jullie laten zien. Alles zit nu in doosjes. Dit is een beetje medisch-achtig. Shampoo, conditioner, snoepjes. Alles voor de hoeven. Even kijken, vliegen, spul en supplementen. En nu weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik nog ga doen. Ik denk dat ik die whiteboards ga ophangen. Deze. En dan tegen die muur aan. Die muur. Dus dat ga ik even proberen. We zien het wel. Oké. Ze hangen. Ik vind het er echt niet uitzien. Maar ja, ik heb JD geappt van, kan dit? Het is echt vervelend. Maar ja, ik ga jullie pas weer laten zien als het af is. Dus dan ziet Joyce het ook pas voor het eerst. Dus dat zien jullie dan. Waarom moet je spullen even hierin zetten zo? Waarom met die camera? Omdat je zo je ogen dicht moet doen. Oké. Nee, je moet wel een soort hek. Ja? Oké, kom. Oog dicht. Oog dicht houden. Ja, heb ik. Oh, maar ik moet het niet. Ja, als ik weer. Ik ben. Kom, kom, kom. Oké, weet je nog hoe het eruit zag? Ja, nee, ik weet.
Doe maar open. Oh, dat is cool! Joyce heel erg verrast, ben ik eigenlijk een beetje vergeten de video af te sluiten. Dus bij deze. Ik vond het super leuk om Joyce te verrassen en het allemaal op te knappen. Ook vond ik het heel leuk om deze video voor jullie te maken. Mocht je nou ook een leuke video vinden, blauw duimpje omhoog. En ik weet dat Joyce en JD hele leuke video's voor jullie gaan maken. Nieuwe video's. Wil je die nou echt niet missen? Subscribe even hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei! Is het dus de dag dat we het gebeuren van Joyce gaan doen. Was niet. Ik ben Tanja en ik ga jullie helpen. Wat ik ga doen. Joyce zo verrast was, zijn we eigenlijk helemaal vergeten te vinden. Echt niet missen. Vooral even subscriben hieronder. Subscriben. Oh.